Eduard Coubes. Nou, allereerst de 2-0 winning bij ons veld. Maar ook richting jou kijkend, ben je weer terug? Ja, ik denk zo goed als ben ik weer terug, ja. Ja. Kijken we even naar die volle 90 minuten, want dat was voor het eerst nu. Hoe heb je die doorstaan? Nou, de eerste helft ging wel goed, vond ik zelf. Maar de tweede helft zie je toch wel dat ik wedstrijd met mis. Dus dat is moeizaam, ging het, ja. Ja, op laatst loop je ook wat moeilijker weer. Is dat iets van er doorheen komen of is dat toch min of meer iets waar je mee zou moeten leven? Nee, dat is denk ik ook conditie. Een stukje conditie waar ik nog weer mis. Ja, is ook niet gek. Ik heb een half jaar niet gevoetbald. Ja, een half jaar eruit geweest haast. Dus ja, nou, zo langzamerhand komt het wel weer. Is het min of meer noodzaak geweest dat je vandaag staat in de basis? Nou, noodzaak niet denk ik, maar ondanks schorsing en noem maar op. Ja, dan komt de trainer, die komt dan wel, dan moet je wel weer. Je mag wel blij zijn, denk ik, met een groep spelers. Ik praat niet alleen maar over de eerste selectie, maar ook misschien over de tweede selectie. Die kwalitatief toch goed in elkaar steekt. Want ja, vandaag ontbraken er nogal een aantal jongens. En dan zie je toch dat zo'n Kevin Kessie bijvoorbeeld ook weer prima gewoon erg moeiteloos mee kan. Hè? Ja, maar die zou in principe, als hij gewoon met ons meetraint de hele week, dan speelt hij ook gewoon. Ja, dat is gewoon een goede voetballer. Alleen ja, het is mooi dat hij zo mee wil. En Stefan ook, super bedankt die jongens. Ja, en dan Geert-Jan de Bloekoer natuurlijk, die vandaag ook weer in de basis staat. Die deed ook super, absoluut. Toen kwam die 1-0 ook uit, dacht ik. Oh nee, 2-0. Ja, deed die super. Kijk even naar de eerste helft. Het is allemaal wat rommelig, ook bij jullie natuurlijk zoekend. Maar ja, elke keer is er wel die ruimte voorin, hè? Ja, er lag heel veel ruimte achter. En, vooral omdat hun op één lijn achterin stonden, denk ik. Er lag er heel veel ruimte. En ik denk dat we er te weinig van geprofiteerd hebben. Nou, dan heb je op een gegeven moment krijg je die vrije trap. Die gaat er mooi in, halverwege de eerste helft. En dan denk je van, nou, mooi moment. Ja, super. Ja, dat is echt zo. Maar op een gegeven moment staan we zelf ook niet goed achterin. En dan waarschijnlijk kon je zo bijna de 1-1 onderdoor. Dan tweede helft, gelijk aan het begin. Had je gelijk al kunnen scoren? Ja, klopt. Die bal die gaat er dan niet in. Maar vervolgens kom je eigenlijk niet in de problemen. Het zijn eigenlijk telkens de wedstrijd tegen Holland Veld. Wat me ook opvalt, ja, op papier is het een derby, maar echt die strijd die ontbreekt. Hè? Nou, ik denk dat je ziet wel dat er een bepaalde intensiteit is om die bal te veroveren. Er zit wel, de jongens die gaan er wel voor allemaal. En ik denk dat het meer bij hun ligt dan bij ons. Ja, dat bedoel ik ook wel. Die strijd en noem maar op. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan vandaag. Absoluut, want ja, mooi is het dan als Stefan Amsink, hè? Die komt erin. Ja, prima bal van Geert-Jan de Bekoer en Stefan scoort. Ja, super goal. Ja, nog geen bal geraakt. Ja, super wissel. Stefan is natuurlijk ook een jongen die het gunt. Die heeft het ook een hele paar jaar geleden moeilijk gehad, hè? Blessures. Ja, super, ja, nou ja, blessures en voetbal nou in tweede. Ja, het is mooi dat die jongen mee wil. En hij valt in en hij scoort ook gelijk. Dan ben je gelijk belangrijk voor ons. Ja, super. Het lijkt nog even spannend te worden op het laatst. Wordt het 1-2, maar fluit die scheidsrechter wel heel snel af. Woede bij Hollandse Veld, begrijp ik? Nou ja, ik, voor mij stond hier, dat weet ik zelf niet, maar ik wil horen van de zijkant dat 90 minuten net op het bord stond. En ja, hij zal er wel een bepaald idee bij hem gehad, denk ik, dat hij af heeft gevlogen. Ja. Goeie reeks bezig, hè? Dit is eigenlijk de reeks waar iedereen het vooraan van het seizoen over had, hè? Ja, dan hebben we SCD nog in de laatste periode, maar dan krijgen we Elim nog. Ja, en als je die wint, dan heb je gewoon de tweede periode. Ja. Dat is het, hè? Die wedstrijd tegen Elim, daar gaat het nu eigenlijk. Die is heel belangrijk en daar gaan we ook volle focus mee. Eerst SCD nog. En als je die wint? Ja, als je die wint, ja. Maar die gaat niet voor die tweede periode. Nee, ik doe met name. Ik doe daarom. Want ik doe met name op die wedstrijd tegen Elim natuurlijk. Ja, dat wordt er weer eentje. Ja, dat wordt er wel eentje, maar daar leven we pas na volgende week naartoe.